Als ambassadrice van de Doggy Marathon ben ik hier samen met Viervoeters. Internationaal ook wel bekend als Four Paws. We zijn hier in Roemenië in de hoofdstad Boekarest. En de aankomende dagen gaat Viervoeters mij hier laten zien wat ze precies voor de zwerfhonden doen. Imens, we zijn hier in Boekarest, de hoofdstad van Roemenië. En nou weten we ook dat hier ontzettend veel zwerfhonden zijn, maar laten we eventjes beginnen aan het begin. Hoe is dat nou zo ontstaan? Ja, dat is eigenlijk vrij recent. In de jaren 80 moesten de mensen van de overheid uit hun huizen, ja. Werden in appartementen gestopt. Mensen hadden, zeker die buiten Boekarest woonden, veel honden. Ja. Die honden waren vaak niet gesteriliseerd, gecastreerd. Die werden losgelaten op straat. Dat kon ook gewoon niet anders. Mm-hmm. En nou ja, die planten zich voort. Het is compleet geëscaleerd. Op een gegeven moment was er gewoon sprake van 250.000 zwerfhonden. Alleen al hier in Boekarest. Helaas, vanuit overheidswegen zien ze geen andere keuze dan ze vangen. Ze worden naar dodingstations, killing stations gebracht. Daar zitten ze een periode van 2 weken. En ja, dan worden ze vernietigd. Oké, dan worden ze gewoon echt afgemaakt. Gewoon. Ja. Dat is heel heftig. Nou, is er gelukkig ook een ander alternatief, hè? Ja, dat klopt. Mijn collega Anka Tomescu, ga ik jou voorstellen. Die is hier in charge voor alle zwerfhonden. Doet fantastisch werk. We lopen er naartoe. Heel goed. Hello. Hello. How are you? How are you? Hi, Anka. Hi. Nice meeting you. Nice to meet you too. Nice to meet you here. Yes, thank you. So, Anka, we were already talking about the stray dog problem here in Romania. Can you tell us what Four Paws is doing for the stray dogs here? So, Four Paws is helping a lot the stray dogs in Romania, and not only. We have a lot of projects which help them. We sterilize them, okay. We vaccinate them, we register them. We have also adoptions programs. We have also education programs in the schools. So Four Paws is doing a lot here in Romania. Yes. And later on, we're also going to the Animal Assisted Therapy Center. Can you tell us a little bit about that? Yes, it's one of the most important projects of Four Paws. Step by step, we think about starting the therapy, to do therapy for kids and for elders. This is unique because it's the only center in the world that is doing therapy with former stray dogs. Okay. So basically, we take them from the street, we train them, yeah. We love them, we respect them, and then we combine them with the kids and with the elders. Yeah, and yes. Then the stray dogs are going to help the children. Yes, yes. That's such a beautiful fantastic idea. Yes, yes, yeah. Yes. I'm very curious to see that. You are very welcome to visit, yes. Great, thank you so much. Thank you very much.